Media. En dat je eigenlijk geadopteerd was? Ja, en, en, weet je wel? Ja, ik ging ja. ook heel vaak. Nou ja, dit, dit gaat echt te ver. Oké, okay, dat ga ik een andere keer vertellen. Okay, maar ik had een heel ding over dat ik een weeskind was. Maar dat, uh, dat is weer een andere, oh, ander verhaal. Dat je wel even bewaren, een weeskind kan, en een tennisgenie. Had oh, ik mezelf gemaakt. Oké, okay, ik, uh, ik heb alles uh, in een soort waaier om me heen. Ach, mooi Lies. Ja, je professionaliteit ik, ja. is weer kan staat mijn naam op en mijn leeftijd, en wat ja. mijn hobby's zijn. Nou, Af, je, leeftijd, geval ik het je leeftijd is nog heel fluïde op dit moment, want ik ben nu nog een fluïde veertiger ja. en ik stap over uh, naar de andere kant, ja. waardoor ik echt ook allerlei andere groepsactiviteiten aan mee kan doen. Dat 50 plus activiteiten. Je krijgt ook weer heel veel kortingen uh, op jouw leeftijd. Ik denk op op dat jouw je korting krijgt krijgen ja. toch, bij dingen. Je mag ook al volgens mij, al in een bejaardentehuis mensen. Ik, ik sprak laatst. Ik mag alleen een seniorenwoning ja, toch? Aan? Je mag gewoon een seniorenflat. Ja, ik, jongens, ik zou het heerlijk vinden nooit met keiharde muziek kan ik wow. rustig. Uh, Senioren, rustig Hebben de handwerken de TV aan de TV en breien. Ik heel haken. hard aan te zetten hoor. Oh, ja. Ik ken een senior in mijn omgeving. Huh? Dat huis is echt een overprikkelende audiotieve ervaring. <laughs> en, nee. ik, ik, mijn, mijn vrienden zijn, zitten ook grotendeels in de seniorengroep. Ja. Ik heb ja. echt wel vrienden van, van 60. Ja, ik ook een van en, bijna 60. Mijn beste vriend is denk ik 63, maar ja. ik ben slecht met leeftijd, dus ik weet ik niet kom. eens hoe oud uh, mijn beste vriend is. Dik van de toren, mensen. Hij ziet eruit als 29. Hij ziet eruit als uh, ja, inderdaad 15 eigenlijk. Maar het is zo raar, af Dat als je dus bevriend raakt met iemand, dan blijft diegene altijd die ja. leeftijd die hij had ja. toen je bevriend raakt. En sowieso vind ik nu iedereen van 49 jong. Dat had ja. ik ook nooit gedacht. Ja, dat klopt. Gek, hè? Ja. Ik weet, ik weet niet hoe anderen op mij zien, maar ik denk gewoon als een heel oud wijf. Maar dat is dan maar zo. We zitten hier gewoon helemaal fresh in de ja, studio. Ja. Um, we hebben een, een, een. Ik heb je zo lang niet gezien. Nee, dat we ik hebben elkaar ook, twee ik, weken Ik blijf niet naar je kijken. Ken je dat? Dat ik denk. Fascinerend. Als oh, heeft nu he? zo en dan ja en ja, dat heeft. Dan ze Dan een, een beetje aan. Oh, en ze heeft Tina. Nou, ja, ja. 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 Het is allemaal heel anders. Ik vind jouw haar heel mooi zitten. Wat lekker man. Ja ik heb gisteren gewassen. Nou dat heeft zeker zo naar de dijk gezet. Zeker. Nee, wij, wij, wij zagen elkaar voor de vakantie elke dag. Binnen of meer 24 uur ja, per dag. die draad pakken we ook wel min of meer ja. weer best wel op. Maar, um... maar nu hebben we gewoon twee weken elkaar helemaal niet gezien. Ja, en ik heb, dacht ook, ik laat het even, het appen met jou, ik laat het even. Ja, Want ik wil jou moet ook niet vallen. Ja, echt. Ik dacht... Later met rust. Nou, soms heb ik je nog wel een appje gestuurd, maar het is ook zo lekker dat Floor er ook ja, weer helemaal ja, is. Want ik was ook eventjes weg. En ja. dat, uh, ja, voelt het gewoon wel, meer dat dan goed Floor. Vond je heel best goed. goed. He? We gaan uh, onze week behandelen, reclame-mandje mm -hmm. uitpakken. Probleempjes, ja. grote, kleine. Ja, we hadden ook uh, heel veel reacties gehad, omdat natuurlijk een tijdje, um, ja, we, we hebben een tijdje hebben we niks opgenomen. Nee. En dan hopen die reacties zich op. En dan zit, zit ik s' avonds wel eens in bed de dm'tjes te lezen. Ja, maar de, DM de DM dm'tjes te lezen. Leuk, ja. hè? Maar er is een, er is een verrassingsreactie en... voor jou, Lies. Oh. Ja. Ja, die, <laughs> dat, dat Floor en ik weten het al. Maar je moet hem voorlezen. Ik word er helemaal zenuwachtig ja, van. Ja, dat is ik mocht niet zien van Floor. Ik doe nee. mijn uh, bril op. Dat... Nu, nu heb je je blaadje omgedraaid, dus nu mag je kijken. Oké, okay. ik, ik ga ik, jongens, ik heb het ook nooit. Uh... Oké, okay. zaterdagochtend 30, 30 december om 6.30 uur luisterde ik in bed naar de nieuwste aflevering van Aaf en Lies Losse het wel weer op. Op dat moment, precies 39.6 weken zwanger. Tijdens het luisteren braken plots mijn vlie vliezen. In negen maanden tijd hadden mijn partner Roos en ik nog geen knoop doorgehakt voor de naam van ons kindje. Nou. Nou, zeg. Okay. <laughs> Jullie. Jullie podcast heeft de verlossing gebracht. Want diezelfde avond om 22 .51 uur 51 is onze Lies geboren. Naam die al op ons lijstje stond, maar door het luisteren van de podcast. En omdat we altijd zo om jou moeten lachen, wisten we het zeker. Het moet Lies worden. Nou ja, zeg. Liefs Nathalie, Roos en Lies. Nou ja, zeg. Er ligt nu gewoon een Lies in de wieg. Lekker te slapen. Ja, liesje. Lief, hè, dit. Heel veel geluk. Nathalie en Roos met de kleine Lies. Ja, ook en... van mij. Welkom in het leven, lieve kleine. Ja, geweldig. Hè, dit? dit is uh, wel het hoogst haalbare, zou mijn vriend zeggen. Ja, hè? Ja. Wat, een, wat geweldig. Ik vind Lies ook een hele leuke naam. Ja, mijn lievelingstante heet ook Lies. Ja? Oh. En jij heet Lies. Dus Lies is gewoon, dat is een goede naam. Ik ben eigenlijk vernoemd naar mijn moeder en dat klinkt een beetje gek, die heet uh, Beb. En dat komt van Elisabeth. Oh ja. Ja, gekke gek, dat Bep van Elisabeth komt. Dat is bij mijn tante en mijn oma ook zo. Ja, ja. ook Bep. Ja, jij beb Bep, en en ja. ja. Ja, en dus, dus, en dus je hebt dus Els, Lies, ja. Liesbeth. Je kan er zoveel Elies, mee. Ja, en, en Betje. Dus ik heb mijn oma die heette Betsy en dan even oh, ja. een auto. Die vind ik ook zo leuk. Ja, dat is ook Elisabeth. Ja. ja. Jezus, jongens, wat heerlijk. Dat is vast een ontzettende lekkere kleine schat. Oh, fijn hè. Op die 30 de december. Oh, en dan gaan ze straks voor het eerst naar buiten, als het ja. minder koud wordt. En dan zijn ze natuurlijk heel veel aan het discussiëren of er een mutje op moet of oh. niet. Of dat de handjes onder die dekjes vandaan moeten. Deet ik heb voelen. ook twee winterbabies. Ik ja, heb nog ja. nooit zoveel over temperatuur gepraat. Ja, ja maar ik was echt op hoor. Ik bedoel, ja, ik zie nu dan zie ik mensen met een baby op straat ja. zonder muts. Dan wil ik er eigenlijk naartoe om te zeggen doe er een muts op. Ja. Ik trek dat niet. En ook dat de sokjes uit waren gegaan af. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Ja, ik ging een keer met Ben in de draagzak en toen kwam ja. ik thuis pas achter dat, dat zo er, er zo'n blauw voetje, zo'n zo grijs blauw voetje. En hij had voetje. geen kick gegeven. Ja. Dat is dan helemaal grijs van de kou. Dat schuldgevoel <laughs> komt nu weer heel hard opzetten. Ja. Ja. Oh, maar ik, heb ook, ik vond het ook heel, heel leuk, want ik dacht van, nou, kennelijk voelt hij zich zo chill dat het bij mij helemaal niet uitmaakt. Dat is helemaal niks uitmaakt. Nee. Ja. Jullie hebben dan vast ook Nathalie en Roos binnenkort voor het eerst dat je zo'n soort, ja, ik noemde dat altijd een no doek. Dat is niet, omdat ik ben gek op de no maar eh, dat is een no doek it. waar je dan op een bepaalde manier voor moet gaan staan. God. En dan moet je hem symmetrisch achter je langs halen. En dan doe je achter, achter dan kruis je het weer. En dan doe je het weer over je schouders ja, heen. Zegt. En dat moet je dan weer onder de voorkant van de no doeken doek ja. doen. En dan kun je, nou ja, het is. En weet dan, je wat ik bedoel? Ja, ik had hem ook. Ik, ik heb natuurlijk net als jij dyspraxie, dus dat is heel moeilijk met de Novib-doel. Ik heb zo lang voor de spiegel gestaan ja. met dat ding. En dan had ik hem om, zat die baby erin. En dan ja. zakte hij die meteen naar mijn knieën. Ja. Of hij viel eronder uit. Ja. Ja, ik vond het ook gewoon een beetje gevaarlijk. Ik dacht, ik kan dit niet, dan dus valt hij eruit. Als jullie dus binnenkort uh, de kleine Lies in een novip doek doen... willen jullie dan misschien even vertellen hoe het is, uh, hoe het is geweest? Ja, een foto sturen. Ja, hè? Ja. Want, en, en jongens, iedereen die nu bezig is met een novip doek het, het, op een gegeven moment gaat het lukken, maar het, 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 de eerste dertig keer lukt het niet. Want het dan krijg je he, hem of haar er ook niet in. Ik heb gewoon een tweedehands Björn gekocht. Ja, ja. Dat is ook goed. ja prima. Dat is ook prima. Prima, zou ik ze ik. nu nog wel in willen stoppen? Maar ja, dat kan niet. Ja. Nou, ik denk dat ik zo langzaam rand, op de, in de babyburen ga bij mijn, bij mijn zoon. Ja, dat is ook wel ja. fijn. Dat hij dat jou gaat rondtillen. Maar nou, ze kunnen me wel nu sinds kort toch weer optillen. Omdat oh, ze groot genoeg ook, zijn. Ja. ja, maar jij bent natuurlijk veel lichter. Nou, maar. dat denk ik niet. Maar Ben tilt mij graag op. Maar voor, vooral momenten dat ik er niet op zit te wachten. Dat is, pijn, is pijnlijk hè? Is pijnlijk. Ze ja. tillen je niet lichtjes op, ze nee, tillen je hardhandig op. Ja, ja. Het is meer een soort vorm van ag agressie die er even uit ja. moet. En dan zeggen ze bijvoorbeeld oude lobbes. <laughs> of, uh, Hé, hey, oude muts. Hè? Kom eens hier. Ja, oude gnoo, Heel vaak dat soort dingen. Oh ja? ja. Oh, dat hebben ze mij nog niet ontdekt. Nee. Maar dat gaan ze nu ook ontdekken. Hoe zit het ik. met de oude gnoo. Uh -huh. komen ze zo binnen. Ja. Uh -huh. Dat gaan jullie ook krijgen, Nathalie en Roos. Oh ja. ja een komt, op een dag komt Lies binnen en die zegt: Hé, hey, daar zitten die oude gnoes van me. Kom eens hier. Ik ga ze even op tilt jullie zitten. Jullie Hup, allebei op. dan tilt ze jullie allebei op. Ja. ja. Het gaat sneller. Oh, dat is ook wat je wil. Um, ik wil ook nog even over ja. reactie vertellen die ik heb gekregen. Mm -hmm. Ja, dat is toch Vertel ook eens. heel hard verwarmend op zijn eigen manier. Ja? Een tip hoe je een scheet in een boekhandel kan laten <laughs> zonder dat het opvalt. <laughs> um, ja? Je moet altijd als je een scheet aanvoelt komen in een stille openbare ruimte. Ja? Even hoesten. Er doorheen. <laughs> ja. Ik zie mijzelf dit niet doen. Want ik denk, dan ga ik waarschijnlijk hoesten. En dan gaat die scheet langer door dan die hoest. Ja. Weet je wel? Of zoals mijn vriend zou, Dick zou zeggen, dan komt er een schepje jus mee. Precies. <laughs> ja. Dus oh, dat ik zou, en kan dat niet is ik niet wat we je dit wil. nu zeggen. Nee. Ja, maar ja, dit zijn jus. dingen die wel leven, blijkbaar. Want ja, ik heb er best wel veel reacties op gekregen. Ja. Ook gewoon. Ja, live face to face, dat vind ik dan heel lief, maar ook lastig dat je denkt ja, nu moet ik toch echt weer gaan praten over hoe ik een scheet liet in de boekhandel. Er waren ook mensen die zeiden: mensen wat maak je je druk om ja. zeg gewoon pardon?" Ja, oeh, dat maar ben je een hele grote. Dan ben je, dan en ben je en een, en een zo groot ben ik dan niet. Dan ben je echt een baas. Ja, dan ben je echt een grote ja, baas. Ik denk dat ik pas een op een 65ste dat punt bereik. <laughs> ik laat mijn bril op jongens, al uh, ik dan bijna. Grijpte. zullen we gewoon onze week gaan bespreken? Laten we het gewoon maar doen. Hè? Ik ben een beetje roestig. Ik denk echt van, oh ja, wat deden we ook weer allemaal? Ons week bespreken. Lekker. Vertel. Want uh, wij hebben elkaar dus twee yeah, weken niet ja, gezien. Dus waar te uh, beginnen? Waar, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Want ik ben zelfs nog voordat we, ik ben even naar Parijs geweest met een heel klein stukje van de patchwork. Ja, leuk. Um, Lekker. Uh, en daarvoor ben ik zelfs ook nog met chef een dagmiddag naar Antwerpen gegaan in een soort. Uh, in een soort opwelling. Oh, dat was een opwelling. Ook nog uh, voor ons om, om een stukje cultuur mee te nemen. Ja. Uh, dus ik weet gewoon helemaal niet waar ik moet beginnen, want ik heb kerstlunches verzorgd. Ik heb de, de heel veel dingen opgeruimd en gewassen. Heel veel met natte doekjes in de weer geweest. Oh, lekker. En ik heb vanmorgen Tineke en Lida. Ik dacht, laat ik daar nou maar mee beginnen. Ja, even kippennieuws. Ja, even met vaseline ingesmeerd. De lellen en de kam. Vanwege de koude? Vanwege De koude. Oh, wat goed voor ja, jou. Dus ik ging voeren en dan Pakte ik Tineke en dan had ik zo Vaseline, en dan smeerde ik dat kammetje gewoon even in. En de lelletjes. Maar moet je niet hun juist hun in poten insmeren? Want die raken die koude grond. Nou, ik geloof dat die poten die hebben dan weer een soort ander soort bloedsomloop. Dus die, 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 oh. die, die, hebben, die hebben helemaal geen probleem. Die hebben geen gevoel. Nee, maar die lellen en die kammetjes die. Uh... Ja, dat steek natuurlijk wel maar, uit. <laughs> ja, maar ik vond dat ook een, uh, het hoogst haalbare. Omdat ja. Zocht even iemands lellen in te, in, te, in te vetten met Vaseline vind ik gewoon. Ik vind jou toch, ja, jij, jij droomt van een leven op het platteland van Drenthe. Ja. Maar eigenlijk leef jij dat leven al in Amsterdam-West. Jij leeft dat leven. Ja, ik vind dat jij ochtends al ja. een, een kip hebt ingevet. Dat, ja. ja, maar je wil natuurlijk eigenlijk je schapen roepen met een, met een rammelende voerbarg. En, en, en de loopende en de ja. weet ik veel wat. En kijken of je bijen allemaal nog leven. Ja. Maar ik zit gewoon lellen in te smeren en daarna ga ik naar de stag om een croissantje te halen. Dus het is nep, snap je? Het Best is gewoon both worlds, zeg ik dan. Ja... Ja, dat is ja. waar, want ik loop nu wel gewoon naar mijn werk. Ja. En daar zijn jullie. Ach, dat is op zo. Yes. Nou ja, Af, ik ben dus naar Parijs geweest. En uh, ik heb, uh, om nog even terug te komen op uh, de vraag die ik jou stel. Ja, de Citytrip. Uh, uh, over de Citytrip. Ik heb uh, weinig, uh, niet veel gepland, maar wel een paar key dingen. Ja, precies. En sommige dingen niet gepland, zoals we wilden dan bijvoorbeeld naar het Museum d'Orsay. Ja. Dat, uh, dat is dan met impressionisten en dat soort toestanden. Dat is toch dat museum met die hele grote klok? Met die hele grote ja, klok. Dat vind ik heel mooi. En uh, daar stond op de website, nou je hoeft niet te reserveren. Oh. Toen dacht ik, nou prima, dan laat ik het gewoon. Ja. En toen kwamen we aan, toen was er een hele lange rij. En al met een, een puber met een nervous breakdown, toen, toen dachten we met z'n drieën, nou laten we dat gewoon niet doen. En toen was er tegenover iets anders. En dat was namelijk, en daar wilde ik het heel graag even met je over hebben, het museum van de <lacht> <lacht> Museum van de Medailles. Oh, het was een medaille museum. Een Onderscheidingen museum, medaille. en medailles. Ja, en uh, dat leuk. was in het gebouw van het Legion d'honneur. Nou, dat schijnt iets enorms te zijn in Frankrijk. Als je dus een verdienste, als je verdienstelijk bent geweest voor het land, dan krijg je dat. Mijn krijgt. vader die zei: dan gingen ze vroeger voor je staan in de metro. Oh ja, als je dat ophad. Als je dat ophad. Um, en, ik, en daar was um, een tentoonstelling van interessante medailles en onderscheidingen door de eeuwen heen in Frankrijk oh, gegeven. Mei. Ik vind dit zo frans. Het was heerlijk, want en ik heb het ook een beetje op een filosofische manier even opgeschreven. Oh, daar waren namelijk mensen die gingen op de foto met medailles. <laughs> dus die gingen daar staan naast een medaille die had Napoleon dan gekregen of een ketting, <laughs> en die gingen heel serieus. Uh, een, ja, en er waren ook mensen van allerlei eh, nationaliteiten, maar wel Frans, ja. maar gewoon, of je bedoelt ze van allerlei origines. Ja? die gingen dus met die medailles heel serieus op de foto en met verschillende medailles. Oh, het waren ook toeristen? Uh, nee, ik denk Fransen die, 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 ja. uh, die, uit, die is niet in Parijs wonen, die, daar, die dan. daar een dagje komen. En dat ontroerde Voor... mij enorm. Ja, dat dat, dat, ja mensen precies. gingen met oorkondes op de foto, ja. met medailles, maar ook met dingen van Napoleon zelf. <laughs> waarbij mij trouwens opviel dat Napoleon definitely linksdragend was. Oh, want ik heb ja? gekeken, ja, tenminste voor als je vanuit Napoleon zelf gezien, zat de piemel links. Ja, dus als hij naar beneden keek. Ja, duidelijk. Want dat zag je aan zijn medailles. Heel duidelijk <laughs> zag ik dat aan zijn schilderijen, want hij had oh, een ja? heel strakke witte soort legging aan. Ja, hij had altijd zo'n wit broekje. Ja, en ja. dan zag je echt de piemel goed zitten. Dus dat oh. is toch? Was hij ook was uh, hij ook wel hang, zoals dat heet? Nee, nee dat niet. Nee. Want ik vind als je dat zo meeschildert, dan, dan dan is nee. het. Nee, nee dat niet. Want nee, hij was een vond ik kleine niet. man, hij was klein van stuk. Ja. Daarom heeft hij ook al die veroveringen gedaan. Hij was klein, maar volgens mij was iedereen klein. Ja, hij was kleiner dan ja, Het rest. schijnt toch dat dat ook een beetje propaganda is door de Engelsen: dat oh, hij dan ja? zei, Jongens, maar het is eigenlijk een soort dwerg. Of ja, zo. Ha, ha, ha. Maar, dat, maar dat, nou ja, goed. Ik, ik... Maar hij was dus linksdragend en ja. vol medailles. En behangen. mensen gingen daar dus mee op de foto. En er was ook een of andere mantel. En daar gingen mensen ook mee op de foto. En die mantel hadden mensen ook op schilderijen aan. En dat was dan oh, dat weer was een de andere echte orde. mantel. Een echte mantel. Ja. En ik vond het zo lief dat mensen dus met van dat soort bestuurlijke onderscheidingen en dingen, dat ze, dus daar, dat ze daar een soort persoonlijke connectie mee ja. hebben in Frankrijk. Ja. En ik dacht ook, het is aan de ene kant natuurlijk ook suf, maar dan aan de andere kant helemaal niet. Daar was ik een beetje jaloers op. Ik dacht, stel je voor, als wij dan met medailles op de foto gingen, serieus. Ja, ja. nou sowieso een... het serieus nemen van ja, dingen, het daar zijn Fransen uh, het... dus heel, ze zijn maximalisten. Zoals Gijs dan altijd zegt. Ja? Dus in alles drijven zij. Eten, mode, medailles, ja. gebouwen. Ja. Uh, hele ingewikkelde scholen. Zij drijven alles tot het uit. Dat is waar, ja. En dat is wel jaloersmakend. Ja. Want het is nooit zo van, ah ja, prima. Nee, nee zijn ze gewoon echt helemaal Nee, medailles. Je moest ook door heel veel veiligheidspoorten, want dat was natuurlijk ze waren heel bang dat iemand het Medaillemuseum ging museum ging stelen Lijkt mij best sterk, maar Ja, waarom zou je? Nou ja, dat is dat, dat dat fantastisch. Dat, ik vond dat heel ontroerend en, en ik was eigenlijk dus heel blij dat we niet naar ja. het museum door zee gingen. Ja. Nou ja. En wat wou ik je nou nog meer zeggen? Oh ja, de aankondigingsstaf, daar moest ik heel erg om lachen. Dus dat waren allemaal verschillende aankondigingsstaven, staven van, Ja. Dames en heren, de gravin van Parma. Oh dan, ja, ja, hmm, ja nou, is. En daar gingen dus ook mensen mee op de foto. Nee. Met die stof. wat voor type mens komt Heel daar? Heel serieus met windjacks die gewoon zo. En ook uh, gezinnen. ook Gezinnen, ook kinderen. En ik denk ook mensen zoals ik die museumseinen ja, binnenkwamen precies. die dachten en nou en die dacht, dan maar het museum van de medailles. Dit is toch ook leuk, jongens. Ja, ook persoonlijke spulletjes van Napoleon die hij meenam en een bestek uh, Oh, dat hadden ze dus ook. Een paar allemaal dingen, nog. ja. Maar ook van andere mensen. Ik denk eerlijk gezegd ja. dat Ben dat ook leuk zou vinden, ja, mij zo. maar, maar, ik, ja. Vond je het leuk? Ja, en nee. Ik ging toen zeggen: dat er, er, hing een soort, er hing een soort onderscheiding. Het was dan de orde van de kousenband. Dat vond ik als kind vond ik oh, dat dus ja. heel leuk. Wat was dat ook alweer? Um, nou, dat, dat, dat had ermee te maken dat in de 14e eeuw was er dan een feest met de koning. En dan was er een vrouw, een gravin van Hubsy Flupsiland, die ging daar dansen. En toen viel de kousenband, die viel eraf. Dat en, toen, en iedereen, zei, ja, precies, iedereen zei ja iedereen zei ah moet je kijken oh wat een blamage <laughs> nou en toen zei, en graafde de koning uh, in, Zat, uh, uh, Ed, Edward die graafde die kousenband op en die zei oh Swaki oh niet Oh ja. En uh, dat betekent eigenlijk, je bent zelf stom. Ja, wat jij zegt bij jezelf. Ja, dus als ja. jij je bent gewoon eigenlijk een eikel als jij hier iets slechts van denkt. Ja. En dat vond ik zo'n goede uitspraak. Een wijsgeer. Ja. ja. Je bent gewoon uh, wat je zegt bij jezelf. Ja. En toen deed hij zelf die kousenband om. Zo? Ja. En toen kreeg hij ook een relatie met die gravin. Dus dan hm, zat ook een stukje eigenbelang. in. <laughs> maar die een kousenband, shirt. die hing daar dus ook in brons gegoten Echt? uit weet ik veel wat. En toen ging ik dat vertellen aan chef. En toen zei hij. Uh, Jeetje, wat weet je veel. Maar niet met een, uh, een blije blik, maar eerder uh, met een vermoeide blik. Uh, uh, ja, geknakt. Jij weet wel echt veel. Niet? Dat ik ben een keer bij jou het Louvre geweest. Het was echt krankzinnig. Geknakt. Het was alsof het een audiotour. Jij weet zoveel. Ja, maar dat is echt jij hebt een geheugen. Dat is echt niet. Ja, maar voor te... andere dingen dan Winnie. Ja, dan maakt het uit. Uh, beter dan dat je al die domme sterrenfeitjes weet die ik weet. Nee helemaal niet. Waarom zeg ik dit? Ik nou? vind dit een die... hele goede nou ja. tip. Dus uh, dat, uh, ja. dus daar dat dit gezegd hebbende geef ik mijn week, kun toch wel een 8,5. Zo, Dat vind ik hoog. Vind ik heel hoog. Want ik vind dat ik het, uh, ik heb het goed gedaan. Precies, dat zou je moeder <laughs> zeggen. Ik heb mijn best gedaan. Dat nou is ja, het. en je moeder zou het ook eens zijn met het medaillemuseum, denk ik toch? Dat had ze heel leuk ja. gevonden. Ja, ja, had ze heel leuk gevonden. Ja, dus ik denk, ik heb mijn best gedaan. Je hebt je best gedaan, dat is en best het was best niet gedaan. altijd goed. Ik was uh, een, een, een bepaalde hulpverleningsfiguur, waar ik wel eens naartoe ga. Die zei tegen mij, uh, je hebt het, um, uh, je hebt je best gedaan, je hebt het goed gedaan. En dat betekent niet dat je geen fouten hebt gemaakt. <lacht> <lacht> Want die mag je ook gewoon maken. Mooi compliment. Ja. ja je het goed als je iets goed hebt gedaan, dan, dan, kun, je, dan kun je ook best wel eens een keer iets fout hebben. Gedaan. Ja, ik vind dit echt Want heel ik, heel goed. Want ja, dan zij weet zei je, het veel beter. Nee, maar, ik, maar dan weet je dat hij het complimenteuze gedeelte ook bedoelt meent. Ja. Omdat hij er ook gewoon achteraan zit dat je niet perfect bent. Ja, dus als je ja. terugkijkt op iets... Dan, ja. als je dan heel erg blijft haken bij de paar dingen die je dan fout hebt gedaan... dat is eigenlijk stom. Waar why would you? Ja, vind ik ook. Hoe was jouw... Waarin jouw weken? Ik heb bizar veel geslapen. Ah, wat goed. En dat is toch ook wel mijn hobby. Maar uh, mijn kinderen kunnen tegenwoordig nog beter uitslapen dan ik. Dus het was echt een soort slaapfeest, de vakantie. Hoe laat uh, kwam er beweging in, in, in de groep? Ja, soms pas om twaalf uur middags. Lekker zeg. Ja. En bij sommige mensen, ik vond mezelf dus de vroege vogel dat ja. ik tussen elf en twaalf wakker werd. En bij sommige mensen kwam er dan om één uur. En dan ging ik ze ook echt wel uithouden. Ik dacht, ja, we lopen allemaal een jetlag op. Maar goed, dat viel uiteindelijk. Valt het dan weer mee? We moeten gewoon weer naar school en dan sta je gewoon weer op. En denk je dan om één uur van: jeetje, we hebben nog niks gedaan. Jongens, aankleden, we gaan naar buiten, we gaan dennenappels zoeken. Nou, eerlijk gezegd, die gedachte heb ik voor het eerst van mijn leven van me afgezet. Wat goed. Want ik dacht, af. Je bent echt moe. Ga er nou maar, nou maar gewoon heel weinig doen. Ik heb nog best wel veel gedaan. Ik heb heel veel films gezien. Leuke tentoonstelling. Ga ik nog in de tip over geven? Heerlijk. Um, en wat ik nog even wil zeggen over mijn week. Oh ja, was uh, dat er op het strand geen winter is. Dat wou ik. <laughs> Ook even ja, even vertellen. Vertel eens. Nou, dat heb ik nu ontdekt. Uh, waarom vind ik het strand zo fijn? Je merkt daar niet dat het winter is, omdat je geen kale bomen ziet. Nee. Ik kan het gewoon heel, niet heel goed tegen kale bomen. Ik vind, ja. ik vind dat echt een beetje het lastigste van de winter eigenlijk. Ja. Um, en dan loop je, we waren naar ons huisje bij het strand. Loop je op het strand? Ja. Niemand kan je eigenlijk vertellen dat het winter is. Er waren nee. zelfs mensen aan het zwemmen, Nou, dat was dan op 1 januari. Oh, Nakend. Ben je op 1 januari naar het strand gegaan? Ja, Wat leuk. Zo fijn. En je voelt echt dat je goed bezig bent. Ja, je, voelt, je, je, je doet niet eens veel, maar doordat je die windkaart in je gezicht krijgt, denk je al, oh, van Wat nou ben ik goed bezig. Ik ben zo goed bezig. Ja. Um, Hoe was je oud en nieuw? Mijn oud en ja, nieuw sorry, uh, was ja. ontzettend gezellig. Ja? Ik, ben, ik ben echt voor het eerst in tijden tot laat opgebleven om even in kindertermen te blijven. Lekker. Lekker pas tot om 4 uur pas naar bed. Ja, lekker lang blijven hangen en uh, tipsy, maar niet te, weet je wel, dat soort combis. Perfect. Ja. ja, en jouw oud en nieuw was die? Ik had een leuke oud en nieuw. Ik was bij vrienden en die hadden echt hun best gedaan met hapjes. En, en we hadden ook dingen gebakken. En er um, waren een soort van spelletjes en dat vind ik heel ja, fijn. We hebben want, ook spelletjes gedaan. Ja, Daar ben ik blij heel om. Want, want ik, 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 ik word gewoon, uh, ja, hoe noem je dat? Een zandmannetje komt bij mij gewoon op bezoek om een uur of elf. Denk je, jezus, ik wil ja, je je vijf uur wakker blijven. God, ja, ja. Dus we hebben um, hints gedaan, maar dan niet hints met boeken, maar hints met belangrijke gebeurtenissen uit het nieuws. Oh. Dus dan moest je met een groep, en ik zat dan met uh, Mark en dan met, een, met wat pubers in een groep. Ja. Uh, en dan moesten wij um, bijvoorbeeld. Uh, nou, de een, een van de dingen was uh, waar ik het hardste moest lachen, was niet bij, bij mezelf, maar een andere groep, die moesten de introductie van de Krompoes uitbeelden, met miem. <laughs> Nou, dat, 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 dat was voor mij eigenlijk het allerleukste van de hele avond. Ja, hoe, hoe je, je krom, dat ja, uitbeeldt. Met drie, met, met drie pubers en een, en een man van 50, Hoe <laughs> je de poes <krompoes> moet... Uh, <laughs> Uh, de winst van BBB in de Provinciale Staten. Hoe, hoe, meme je, oh, ja. hoe meme je dat? Ja, vooral de Provinciale Staten lijkt me moeilijk te mimen. Ja, memen. ze gingen dus een stembus memen. <laughs> Eén was dan een stembus en de ander was Caroline van der Plas. En die gingen weer een stembus... Nou ja, dat oh, was, was een omgekeerde vlag. <laughs> 30 kilometer per uur. Ik moest, wij moesten de A12-bezetting uh, van de A12 ja, uitmiemen. Nou, nou, dat was dat heel makkelijk. Heel, ja, je gaat op Het de grond zitten. Makkelijk. Je bent ja, er. Ja, ja, Mark ging mij van de snelweg afhalen ja, nou, en ja. ik ging protesteren... En, en wat een goed Ajax, spel nou ja. dit. Dat vind ik heel slim. Oh jongens, het was zo leuk. Ja, nou, de, Het vloog voorbij. En ja, toen nog een bingo he? met prijsjes. Oh, wat goed zeg. Maar nou, ik niets heb gewonnen. Dat is wel... Oh, dat is wel mocht goed. ik op het laatst onder wel wat uitzoeken. Maar ik had als enige mijn bingo kaart niet vol. Oh. Om, toen bleken er allemaal bingo nummers wel te zijn gevallen. Die ik gewoon niet... Je bent gewoon niet zo Gewoon te dom om af te strijken. Maar een bezetting van de A12 nadoen, dat kan je als het beste. Dat heb ik uh, dat heb ik goed gedaan. Oh ja, uh, wij, gingen, wij gingen weerwolven. Ja, ik heb eigenlijk de hele vakantie zitten weerwolven. Maar op en, hoog niveau dit keer. Wat heerlijk, ja. en ging iedereen meedoen steeds? Ja, dat vind ik dus het leuke met weerwolven. Ja. Je moet er wel vol voor gaan. Anders is er echt, anders denk je, wat zitten we hier elkaar om te beschuldigen van, dat, je, ja. dat je een weerwolf bent. Ja. Maar als iedereen er heel vol voor gaat, dan ja. ga je er helemaal in geloven. Dus dat Wie is, was de beste weerwolf? Um, dat weet ik niet, maar mijn schoonzus Marcia is er wel echt heel goed in. Maar die weerwolft ook heel erg veel, Op ook niveau. vaak met dertig mensen en zo. Oh, dat lijkt me dood. Ja, dat lijkt me, ook wel, ja. lijkt me ook wel pittig, eerlijk gezegd. Ja, jij moet wel. Jij bent een hele goede master of ceremony. Met weerwolven. Dat Weet je jij. Het, ja, het, het ja. wordt stil in Wakkerdam. Ja, is... dat, dat heb ik van onze vriendin Roos Marijn geleerd. Ja, je ja, moet het echt inkleden, ja, je he? moet het heel erg inkleden. Burgers, ja, op burgers. Heel mooi. Ja. Ja, en jij kan ook iemand tikken en dan heel snel weer ergens anders zijn. Zodat je dat ja, niet... Dat, want je dat, kan heel vaak horen waar dan wordt getikt. Wat ik er nu aan toe heb gevoegd bij het vertellen... Ja, ja? dit is misschien een beetje een lange uitweiding, maar... Ik maak ook pirouettes als iedereen uh, uh, zijn ogen dicht heeft. Zodat mensen gedesoriënteerd ja. raken? Van hey, waar, ja, waar, waar is, het? is het? Waar, ik, waar? ik voel al mijn luchtstromen langs. vandaan, ja. dus ik, ik, ik pirouette door de ruimte. Heel goed. Neem dat even mee voor het nieuwe jaar, mensen. Het is gewoon een tip. Ik, ik hoop denk hoop dat, dat ik we nou een probleem niet mee moeten gaan maken. Ja. <laughs> heb jij een klein probleem, aan? Of wil je gelijk een groot probleem? Ik, ik heb eigenlijk alleen maar een groot Ik heb twee grote problemen. Dus ik dacht, probleem? nou, die ene die doe ik dan nu. En die andere een ander keertje. Maar anders goed. zit ik zoveel tijd in te nemen. Heb jij een klein probleem? Ik heb een klein probleem, maar het is meer: heb jij dat ook? Vraag. Ja, leuk. Eh. Um, we hadden het daar vorige week over toen we naar de bioscoop waren geweest het haakt ook een beetje in bij jouw grote probleem mm. niet helemaal ja, uh, als je dus uh, vroeger maar ook nu samen uit de bioscoop komt met een groepje mensen en je hebt een film gezien heb jij dan ook dat je nog een tijdje die sfeer van die film met je meedraagt en dat je ja. dan bijvoorbeeld als je een film met heel veel intriges en geheimen dat je heel geheimzinnig je ja. voelt en dan denk ja. je, denkt, wat, wat verperkt Af nu voor mij? Ja. Of dat je dus een soort een hele leuke een komedie met hele witty mensen, dat je dan Ja, nou, dat moet je lekker ja. zelf zeggen. Oh ja, wie wil er een kroket? Ja, Goed, nou, dat, is, uh, dat, dat heb ik uh, heel en erg. Dat je dus dat dan, en dat je dat dan nog heel lang in die sfeer blijft hangen? Ja. Dat wat dat is ik dat? Heel, ik had het gewoon gisteren nog, hè. Ja? ik had uh, Ja, sorry, er staat een plukje rechtop op je hoofd, zie ik nu oh. pas. Maar dat is helemaal niet erg. Er maar... okay. was maar geen snotten in mijn Nee, gezicht. er dat is heel ge vind ik heel erg, echt geen snot in nou. je okay. hoofd. Maar uh, ik was gisteren naar de film ja? uh, Perfect Days. Dat gaat ja? over een Japanse schoonmaker, Wim Wenders film. ja En ik was alleen, dus dan heb je dat misschien nog wel sterker. Want dan kan je ja. daarna echt gewoon... En die man, die, die rijdt door uh, Tokio en die maakt allemaal wc's schoon. Ja. Op een hele montere manier. ja Daarna ging ik op de fiets over de centuurbaan in Amsterdam. Dat is een hele, vind ik een hele mooie straat. Ja. En uh, dan ging ik echt zo genieten van de kleine dingen van het leven. Ik dacht. Ik ben ook. Ik ben gewoon ja, ook. Ik ben ook dankbaar voor elk moment. Ja, ja. Precies, ik, ik ben heel erg in het moment. Ja. ja, ik ken dit zo goed. Ik heb dat ook heel erg gehad na 24, die serie. Ken je die? Oh ja. Met... Dat is je helemaal zo. Oké. Ontbijt. Ja. Okay. Oh. ja. Wie wil willen kaas op zijn brood. Nu 3, 2, 1. Ja. Bedoel je dat? Dan word je zo ja. heel pittig en ja. agressief en zo van. Oké. Okay, I'm on it. weet je wel. Ik had na Kill Bill had ik dat ook heel erg. Ja. Ja. Raar is dat, ja. hè? Ik denk dat, dat sommige mensen. Jij en ik en dat soort mensen dat wel erger hebben dan... Ik zie dat bij Gijs bijvoorbeeld echt helemaal nee? niet. Nee, die blijft altijd Gijs. <laughs> maar ik heb hem... Een... Ja, ik heb er soms te veel ja, last precies, van. Ja, precies, een beetje ja. gek kopieergedrag ja, ook. Maar kan je nagaan, stel je voor dat wij uh, elke middag zaten te VR'en... Uh, met zo'n bril op, dat wat zou, mijn op zoon dus de in de, de kelder doet. Gaan. Ja, ja, ik kan dat helemaal niet. Nee. Want het is gewoon te veel voor ja. mij. Er komen allemaal skeletten op me af. Die moet ik dan met een zwaard doodmaken. Ja. Ik laat mijn zwaard vallen. Ik ben bang dat ik het op mijn voet laat vallen. Ik ben tegen een muur opgelopen. Ik via... heb deze vakantie weer gelezen, game. Nou, dan is het dus ook uh, weer, uh, ja, ja. weer raak. Ja. ja, daar ga ik er te veel in op. Uh, zijn er mensen die dit huis ook heel erg hebben? Die dan heel erg de sfeer meenemen van datgene wat je hebt gezien? Maar ik, ik vind denk, het die dus ook in, wel, in die wereld. Ik vind het ook wel een fijne eigenschap. Want dat betekent dus dat dingen echt heel erg binnenkomen. Ja. En je daardoor het wel meer ja, met boeken ook en zo. Dat je, dat je er meer echt zo heel meer in door, zit. Ja, ja, dat vind ik eigenlijk heel fijn. Heb je ook dat je dan voor sommige dingen dat je die liever niet ziet. omdat die gewoon te stressvol ja. zijn. Ja, dat ja. heb ik dus met mensen die stiekem in andermans spullen zitten te kijken. terwijl iemand er dan aankomt. Oh, ja, ja. Dus, uh, van, nog even snel, pak ja, de microfiches, ja. pak de documenten. En dan komt er ze komen eraan. En dan dat kan Want ik Dan trek je het niet. Nee, nee dat, dat, kan dat, ik niet dat tegen. heb ik het allerergst bij um, eindmuziekjes van talkshows. Dus dan, um, dan zit zeg maar, hier zit, uh, weet ik veel, wie tegenwoordig een talkshow hebben. En dan, is, en dan gaat zo'n gast nog door het eindmuziekje heen ja. praten. Maar dan verplaats ik me erg in de presentatie. Die denkt, afronden, afronden nu. Ik moet nog zeggen wat er morgen komt. Oh, wat lief. Komt, ja. Dan krijg ik echt zweet. Rondaf? Je, je ja. bent eigenlijk al de Houd opnameleider die op zo... met praten. Ja, daar kan ik gewoon niet naar kijken. Maar dat is ook echt, dat, dat is niet eens een film. Dat je ziet gewoon dat Jeroen Pauw denkt, rond, rond het, het nou af. Maar ja. nou, dat doen mensen niet. Heeft Jeroen Pauw nog een, een talkshow? Nee, maar dat vind ik zo iemand die denkt rondaf. Ja. Vind ik eigenlijk jammer. Ja, hij komt vast ik weer terug, Jeroen want hij is tegenwoordig eigenlijk gewoon heel veel lieve op schat. tv. Is dat zo? Ja, hij is weer heel veel op tv, dus ik denk dat hij het een beetje mist. Het ja. hele, de hele reuring. Op een gegeven moment heb je wel lang genoeg op die woonboot gezeten. Wil je gewoon weer aan de in de, slag. In de, in de spotlights? Ja, precies. Ja. Zeg ik slagdokken. nou iets heel geks? Dat nee. ik dat, nee. Wij waren een keer bij Jeroen Pauw, toch? Ja. Toen was hij heel ja, erg hij leuk. Heel Toen kwam aardig. hij nog met bitterballen aan. Ja. Hij is in de het ook heel aardig, vond ja, ik. Ja. Je zou denken dat is helemaal niet, maar dat is dus Nee, Toen ging een man. Hij zei dat hij heel erg vegetariër was... Die oh, wat. Ging... <laughs> dat is een verhaal eten. dat ik nog heel vaak vertel. Maar dat, dat, dat is privé. Dat is kan ik niet zeggen. Um, nee, maar dit ken ik heel goed. Ja, en wanneer had je dat dan nu, de afgelopen tijd? Ik had dat met Mark en ik was naar een film... Ja, bij Mark komt sowieso heel erg uh, audiovisueel heel hard binnen. Ja. Dus die kan ook als bijvoorbeeld geluid niet helemaal goed is, dan gaat hij dus helemaal voor de speaker liggen en dan zegt hij, uh, oh, het is een wow en flutter. Ik een wow en flutter, en dan gaat wow hij heel lang uitleggen wat het. wow en flutter is. Ja, en, en uh, ja, dat is dan met als een plaats uh, niet helemaal goed uh, oh, ja, dat Of Dus, kan, dus die kan ook heel erg over dingen Audio. die dan niet helemaal kloppen. In de, dus die heeft het weer op een andere manier. Maar ik, ja, we hebben het uh, samen heel erg bij Curb Your Enthusiasm. Ja. Nou, dat is bijna niet te doen af en toe. Dat dat nee. dat dat vind ik. Ik vind denk ik een horrorfilm enger. Ja. Of, uh, ik vind dit enger dan een horrorfilm omdat ja. het het is zo cringe, gênant ja. en pijnlijk. Ja. ja maar op zo'n goede manier. En ik had het vroeger uh, altijd bij Woody Allen films. Dan ging ja. ik met mijn vorige markt. dus mijn mijn uh, echtgenoot, zal ik maar zeggen. Ja gingen we naar een Woody Allen film, want we waren heel erg fan van Woody Allen. En dan gingen we uit die Woody Allen film... en dan waren we ook eventjes Woody Allen en uh, Oh Keaton ja, dan ga je met, ook zo heel snel uh, praten met elkaar. En dan heel snel praten met ja. elkaar en, en uh, heel veel problemen benoemen de hele tijd. Ja, terwijl, je bloties, andere, terwijl je je fiets losmaakt ja. en zo. Kwamen ja. Ja. Ja, we er niet meer uit? <laughs> Het is wel grappig dat jij altijd dan ook met mannen bent die dat ook hebben. Ik heb een soort van ja, golden retriever die dan altijd gewoon zo doorwandelt. Ja. ja, ook heerlijk, hè? Ja, maar soms dan voel je je dan, dan wel een beetje jumpy. Uh... Ja, dat je denkt, waarom staat er niet, nu, nu een neurot naast me ja. die ook dit heel erg heeft? Misschien is dat ook wel goed. <laughs> Misschien is dat wel goed, ja. 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 Ik had ook naar Wonka okay. dat je zo in, in alles de toverachtigheid <laughs> ineens heel erg ziet. <laughs> Sorry dat ik. Zo hard moet lachen. Deze, dat is natuurlijk helemaal niet professioneel. Ja, ja nou, is ik had het als kind extreem bij Indiana Jones. Oh ja, ja. Oh, daar had ik het niet. Dat bij. ik dan de klerenkast opendeed alsof het een, een hele uh, een, een bak met mummies was, weet je Of oh, ja. dat ik onder het bed keek of daar niet een, een, een vogelspin of, een, of Dat was oh, wat de, grappig. Ja. ja. Dat kwam ook echt heel erg bij jou binnen. Ja. Ja. Dat was ik heel erg. Uh, Herken je dat? Maar, ja, ja, ik had het meer met Annie. Maar goed. Oh, met Annie ja. had ik het obsessief. Ja. Dat je zo zocht te stemmen door het komt. leven. Ja. Da -da 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 -da, klaar ja. voor een nieuwe dag. Ja. 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 Had ik ook. En dat je eigenlijk geadopteerd was. Ja, en, en, Weet je wel? Ja, ik ging ja. ook heel vaak. Nou ja, dit, dit gaat echt te ver. Oké, okay, dat ga ik een andere keer okay, vertellen. Prima. Maar ik had een heel ding over dat ik een weeskind was. Maar dat, uh, dat is weer een andere, oh, ander verhaal. Dat moet je wel even bewaren. Een weeskind dan, hoor. en een tennisgenie. had oh, ik mezelf wat gemaakt. Dat is een beetje geroldaal. Ja, dan had ik alleen maar een hond. Oh. Ik had veel films samengevoegd, zeg maar, in mijn eigen hoofd. Oh, dat vind ik echt heel lief. Reklamemand, 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 reklamemand. Nou, Aaf, ik zet hier even een mand op tafel. Ja, jij en zet dat me is... hier toch even een mand op tafel? Ja, het is een mand. En, 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 en ik haal er nu namelijk een merknaam uit, en dat is namelijk uh, Interpolis. En weet je wat het leuke is, Aaf? Nou, dat is ik mijn leuke? eigen spiegel eraf heb gereden in Antwerpen. Speciaal voor deze reclame, -mand. speciaal voor de Interpolis reclame, heb ik mijn, 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 ja, mijn rechterspiegel aan, aan flinters gereden. Mooi, Mooi dat je het even in de praktijk brengt. Ja, met gaffer tape gerepareerd. Zoals en, je dat dan uh, doet. Ja. ja, dus er staat hier: wat voor, wat voor chauffeur ben ik? Ja, wat voor. Nou, chauffeur ik ben, ben dus ik? een uh, verstrooide chauffeur die veel dingen kapot maakt. Dus een ja. autoverzekering is voor mij handig. Is voor jou onontbeerlijk? Hartstikke handig. Ja, Heel en het is hartstikke belangrijk. belangrijk. Precies. Ze hebben een nieuwe autoverzekering en ik vind ja. eigenlijk dat, dat die. Helemaal pas bij wat yeah. voor type jij bent. Yeah. De auto-bewust Autoverzekering. kun ah, je me daar iets meer over vertellen? Want misschien is dat wel interessant voor mij. Nou, kijk, deze verzekering is niet alleen zelfbewust, hè, zoals ja. sommige verzekeringen dat zijn, ja. maar ook heel prijsbewust. Ja. Dus je kunt zelf kiezen wat je ja. wel of niet verzekert. Dus in jouw geval ja. zou ik heel veel verzekeren. Ja, maar mocht je bijvoorbeeld een heel, een heel voorzichtig omaatje zijn die de auto vooral in de garage koestert, Precies. dan kun je hem weer voor een minder hoge premie verzekeren. Ja. Dat is toch hartstikke handig. Dat is lekker hè. Je kan ja. er lekker zelf uit en in klikken wat je erin wil klikken. Ja, precies. Je mag ook uh, okay. kiezen of je je auto laat repareren binnen je eigen netwerk. Mm -hmm. Dus bij jou bijvoorbeeld binnen de wereld van de kunst en cultuur. Of, ja. je, of je daar iemand kent die goed auto's kan repareren. Of, 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 mijn, of mijn jongste zoon. Ja, precies. Dat ik mijn jongste zoon even van, uh, die zit in de, de koppakking laat vervangen. Ja, als hij gewoon heel goed is. Als hij goed is met koppakkingen, dan kan dat. Dat mag. Ja, Maar je zeker. kan ook bij een aangesloten herstelbedrijf terecht. Als je nou denkt, ja. ik ken niemand die auto's kan repareren in ja. mijn eigen netwerk. Dan hebben zij iemand. Ik laat mijn auto's bijvoorbeeld altijd door mijn tante Marianne overspuiten. Als, er gewoon, als ik schade heb, zij dan, is ga, ik gewoon er, dan ga ik er heel goed in. En dan gaat zij, uh, gaat zij even aan de gang. Ja, dat mag ook van Interpolis. Dat mag, dat als mag. jij dat gewoon even uitlegt ja, dat en dat is hoe dat zit. Ja. Uh, vind ik goed. leuk. Nou, uh, ben jij benieuwd naar alle voorbe voor voorbeelden, voordelen... Ja. die de verzekering van Interpolis biedt? Dan moet je gaan naar www.interpolis.nl slash verzekeren slash autoverzekering. Dan ben je goed bezig. Dan ben je autobewust bezig lekker. En daar hou ik van. Goed, ik haal die mand van tafel. En we gaan weer door. Reclame-mand, reclame-mand, reclame -mant, reclame Zo hebben we allemaal wat. Uh, Goed, jouw grote, mijn grote dikke, vette, probleem. grote probleem, Nou, ik had dus in, in een film... Uh, ik had ook iets met een film. Namelijk, um, ik was naar de film Anatomy of a Fall. Ja. Uh, vond vond nou, ik wel een fantastische film. Ja. Uh, ik ging met Gijs. Uh, hij duurt drie uur. Um, en... Um, we konden alleen maar achter elkaar zitten. Want ja. er waren niet meer zoveel plekken in de bioscoop. Dus hij zat achter mij. En toen... Uh, ik zat helemaal in die film. En ja, ik vond het echt fantastisch. Ik ging zelf niet plassen. Wat voor mij een hele prestatie is als iets drie uur duurt. Ja. Um, ook wel omdat ik helemaal aan het eind van de reis had, Ik dacht, moet ik negen bejaarden laten opstaan. Maar um, <laughs> uh, vind ik weer pittig. Maar die zullen dat hebben begrepen. Ja, er... en ook weer niet. Maar die hadden misschien, misschien een penslip niet... aan. Nee, precies. Dus die zouden gewoon, gewoon in broek, ja. ja, precies dronk gewoon alles, maar bier. En toen kwamen we uit de... Nee, toen stonden we op. Toen waren we niet eens uit de film. En toen zei Gijs, ik ga geen spoilers geven, maar dit is gewoon een gegeven in de film. En het jongetje was blind. En de 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 de. Dus hij ging alle dramatische dingen van de film op een ironische manier opnoemen. Waardoor het helemaal kapot werd gemaakt voor jou. Ja. Maar waar ik heen wil, is als ik naast hem had gezeten, had ik dat al gevoeld tijdens de film, want dat kan ik dus omdat ik paranormaal begaafd ben oppikken. Nee, gewoon dat omdat je, je bent heel gevoelig voor, je hebt een grote antenne oh. Ja, en Gijs heeft een grote uitstraling, een grote uitzendingsgast. Ja. Je hebt een grote antenne, ze je hebt een grote bovenlip, Kan ik al zien wat hij ja. voor filmlicentie ja. ja. heeft. En ja. um, dan had ik de film niet leuk gevonden. Niet goed gevonden. Dus mijn probleem is eigenlijk waarom Ga je, of ik in ieder geval, als je met iemand bent die veel invloed op je heeft... Dit heb ik ook wel met vrienden hoor en, en, en familieleden. Diegene zijn mening overnemen en heb je zelf geen mening meer. Nou, dat klinkt nu wel heel erg, hoor. Want ja. er zijn echt wel dingen waar ik mijn eigen mening op heb. Maar waarom... Waar, dat vind ik een beetje een, een eng gebied, zeg maar. Dat Snap ik denk, ik. ik moet wel mijn eigen mening hebben. Dus als ik dan eens plaatsje naar achter had gezeten naast hem had ik die film niet meer goed kunnen bekijken. En een bekijken. minder mooie avond gehad. Ja, want nu had ik echt een, uh, een heerlijke ervaring. Ja. ja. Interessant is dat, zeg. Ja, dat is je streven naar harmonie. Dat je dus, zal ik maar zeggen, het zo in je hoofd weet om te buigen... dat iemand bij wie je graag wil horen... Ja. dat je daar ook in je opvattingen of je smaak ook een beetje bij gaat horen. Ja. Weet je wel? Ja, maar dat vind ik... Ja, dat heeft ook inderdaad wel weer wat, misschien. Want anders ben je de hele tijd het oneens. En het ja. is ook een beetje pick your battles. Ja. Maar ik vind het met smaakkwesties. ja. Want ik vind dus dat ik best wel een duidelijke smaak heb mm -hmm. in dingen. Dus dan denk ik: oh jee, oh jee. Uh, dat, dat moet ik natuurlijk niet het het gaan aanpassen. Nee, ik, vind het een heel, ik, ik denk dat het heel goed is als je af en toe iets zelf gaat kijken. Of als je. Um, je bewust bent van het effect dat je hebt op elkaar. Ja. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt, maar dan andersom. Toen ging ik naar een Roemeense film over een hele heftige abortus. Dat heette zes ma vijf maanden, drie dagen, twee weken. Oh, daar heb ik wel een trailer van gezien. Ja, een gruwelijke oh, film. Ja. En toen zat ik, Frank en Mark toen nog, het is lang geleden, naast elkaar. En, toen, en het ging over dus iemand die een abortus kreeg en die werd misbruikt. Het was allemaal echt de hel. Twee meisjes oh. op een hotelkamer. En toen maakte Frank een grap. Die zat aan één kant van mij. En toen kreeg ik zo de slappe lach. GELACH. Tijdens die abortusfilm. En dus oh, Frank wat? ook. Want het was zo erg. Zo het gruwelijk. was Echt, jongens. Het is. Het. het en toen kregen wij denk ik nou, ik denk wel anderhalf uur gewoon dat ik een bijna in mijn benen en mijn broek het van Oh ja, je bleef lachen. ook doorlachen. En Mark naast me zat te huilen en die wilde huilen om die film. Dus ja, die dus hij kreeg dus die wilde herkreeg niet. Ja, dus wij waren ja, als twee mensen de slappe lach krijgen, ja, dan, dan is de derde ja. Dan ben je los. gewoon de sjaak. want ja. dan is al je ontroering weg en al je terwijl uh, dus het, is, het ja. is je kan zomaar iemand wat iemand van iets vindt, kan je zomaar helemaal kapot maken. Ja, en dat doe ik zelf natuurlijk ook vaak genoeg, ja. omdat ik juist zo, zo, nogal zo'n mening heb, dan denk ik van ja is. Waarom heb ik... Ja. ik. ik heb bijvoorbeeld vaak als, als iemand een boekentip vraagt, dan, dan probeer ik er verder niks over te zeggen. Ja, maar want anders ja, dan, dan, het kleur het je weer, ja. dan kleur je het allemaal weer in. Ik, ik heb er wel iets over opgeschreven. Um, mag ik dat zeggen? Ja, ik ben heel benieuwd wat jij okay. ervan vindt. Um, ergens iets anders van vinden is eigenlijk heel leuk. Ja, dan moet je eigenlijk van genieten, als stel. Maar andere normen en waarden hebben. Dat is eigenlijk moeilijker. Dus ja. je smaak, dat is leuk. Het is leuk om lekker te emmeren over je smaak. Ja, lekker te twisten. Ja, of of als over jij smaak. iets sentimenteel vindt, dan vinden die anderen dat. Ja, uh, dat misschien is juist... maar, maar als je dus wezenlijk andere ideeën hebt over hoe je een goed mens moet zijn, ja. zal ik maar zeggen, ja. dat is echt heel kut. Ja. Dus eigenlijk is als die twee dingen wel een beetje bij elkaar komen, dan heb, ben je denk ik als, als stel of als vrienden ja, al een heel eind. Zeg je al heel goed. Nee, dat dat vind denk ik ook niets? wel waar. Mijn ding is het meer dat ik denk. Ja, ben ik te beïnvloedbaar, zeg maar? Nee, dat denk ik niet. Nee, misschien valt het ook eigenlijk best wel mee. Nee, dat denk ik niet, nou, dit, want ik dit, denk... Dit is, dit is echt precies het moment. <laughs> oh, wat oh, nee, Je hebt is... helemaal gelijk. Ja, ben ik te beïnvloedbaar? Nee. Nee, inderdaad, je hebt ook. <laughs> oh, wat <laughs> ontzettend dit. grappig ja. dit. Ja, als jij het zegt liefst, dan ben ik niet beïnvloedbaar. Nee, dan ben ik blijkbaar niet helemaal niet beïnvloedbaar. Dit is ook een soort Woody Allen moment ja. eigenlijk, hè? Oké, okay, ah. ik heb nog... Een... Als je gezamenlijke passies en interesses... als de anders, Je hebt gezamenlijke passies en interesses. Nou, dat hebben jullie. Want ja. jullie gaan lekker naar moeilijke naar film. films met z'n tweeën. Ja. Maar de ander denkt er anders over. Dan is het ook reden tot nieuwsgierigheid. Dus het is ook leuk ja. om nieuwsgierig te zijn naar het hoe en waarom. Zonder dat je die andere probeert te overtuigen... Ja, en van het is ook jou, dat jij het ja, mooi moet Als vinden. je de hele tijd zegt, ja, dat is mooi, jij ja, voel ja, ik he? ook dat heel saai. Dus als jij denkt, ik ga naar een Roemeens abortusdrama... en je bent met een partner die, die, daar, die daar... op een of andere manier ibelig jeuk van krijgt... dan ja. is het beter om in je eentje naar een Roemeense abortus. Abortus ja. te gaan of met je beste vriend, of weet ik veel wat. Ja, om ervan die... te genieten ja. dat je daarna lekker kan gaan zitten twisten. Erover. Precies. Ja. Um, iemand die een heel sterke mening heeft bij een film of voorstelling is heel bepalend voor wat jij vindt. Zeker als je dus een harmonieus persoon bent zoals jij. Dus dan is het ook goed om apart te gaan zitten of soms ergens alleen naartoe te gaan. Ja, ik ga ook wel vaak alleen naar de film. Ja, maar. vind ik best wel lekker, namelijk. Dat is heel goed. Ja, komt bij mij dan heel hard binnen. Ja. Want dan zit je dan, dan ben je eigenlijk helemaal vrij van wat je van iets moet vinden. Ja, of dat je dus. Je... Nou, of ik slaap. Anderhalf ja. uur, maar goed, dat is niet erg. Nou, ik had een partner, namelijk Mark van Uggelen, die niet accepteerde dat ik soms een andere smaak had. Want hij had zelf oh, een ja? hele goede smaak. Dus hij zag altijd fantastisch uit. Ja. Hij zag altijd, hij was altijd helemaal doorgecombineerd. Uh, hij, hij had ook altijd een hele leuke uh, uh, mening over dingen. Dus het was, het was of leuk. Hij, hij, hij keek altijd hij al op een heel heen. eigen manier tegen dingen aan. Hij had ja. een sterke eigen mening. Dat is heel erg leuk als je dus een partner hebt met een uitgesproken smaak, die ook nog eens heel knap is en een uitgesproken mening heeft. Maar eerst vond ik het grappig. Later werd ik er boos van. Toen werd ik er onzeker van. En weer later deelde ik niet meer wat ik mooi vond. Ja. Omdat het eigenlijk altijd werd afgekraakt ja. bij zo'n spreken. Snap en dan je? wil je er niet eens meer over praten. Eerst vind je het hartstikke leuk. Dan ja. denk je: God, heb ik nou echt een slechte smaak? En dan denk je: Weet je wat? Ik punt vind dit wel zo. Ja, dus dan en, denk en dat je, is ik vind ook het wel een goed het punt film. wat je wil bereiken. Nee, en op het laatst ga je ook niet meer zeggen wat je zelf nee. mooi vond. Nee. Want dan denk je: ja, Hij zal het toch wel weer kut vinden. Hij ja, gaat maar. toch wel weer dit afkraken. Of ja. wat dan ook. Dus uh, je moet soms ook oppassen met je mening, met dat je dus. Uh, te terughoudend wordt. Dat je, dat je niet alles hoeft te bediscussiëren of te hoeft, dat je het niet hoeft te verdedigen wat jij mooi vindt. Nee. nee nou, weet, weet want anders ga je dingen gedaan, helemaal niet meer delen. Ik dacht, ik vind het een beetje jammer dat we nu uit. De, ik vond het eigenlijk niet zo erg dat hij, dat hij het een kut vond. Nou ja, drie uur van zijn tijd, maar. Toen dacht ik, er is één ding en dat staat, dat staat buiten kijf. Dat is dat de hoofdrolspeelster, dat is die, die Duitse vrouw, ik weet het niet meer Sandra Huller. Ja. Toch? Ja, goede. Dat vrouw. is zo'n goede actrice. En, en je kan haar gewoon eigenlijk niet slecht vinden. Ik denk, als je een objectieve meting doet naar acteurs, dan is ze gewoon heel goed. Ja. Dus ik zei, maar die, die, die vrouw, die is wel echt fantastisch. Hè? En toen zei hij, ja ja, ja, die is echt heel goed. Dus toen dacht ik, nou. Dan hebben, we, dan hebben we nu even een kleine common ground, zeg ja. maar. En ja. dan, dan hoeven we niet meer de eindeloos van ja, maar het is kies. Nee, ja. maar het is goed. Nee. Ja, ja, want dat, dat wordt dan vervelend op een gegeven moment. En je kunt, het is ook leuk om op een andere manier naar iets te kijken. Bijvoorbeeld, mijn vriend vindt dan, houdt dan heel erg van Remel van het Groene Woud. Ja, ja hij is ook. Ja. ja, precies. Ja. Nou ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht altijd: dat is dat niet die half man met een <laughs> grote centenbak die altijd over meisjes zingt? Ja. Dat die meisjes zo graag met meisjes een broekje wil? Maar dat is omdat ik natuurlijk eigenlijk in feite nog nooit iets heb gehoord van Raymond van de Schoenen. Hij heeft wel een paar hele mooie liedjes. Ja, precies. Ja, dus het ja. is eigenlijk ook een soort onwetendheid slash desinteresse slash... Ja, ja, nou ja is... en soms vind je iets gewoon stom. Dat kan natuurlijk. Soms vind je iets ja. gewoon stom. Maar als je dan op, met de oren van iemand anders daarna luistert... Ja, dan denk is het je, echt heel anders. God, wat, wat leuk dat hij dit zo mooi vindt. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dus het is ook leuk om soms je smaak uit te breiden of aan te passen. Ja. Omdat je je wil verdiepen in... Uh, in iets wat een ander van wie je houdt mooi vindt. Ja, precies. Dan kan je dat ook weer verrijken of denken. Ja, Nee, het is nee is soms komt te gek. Dit, het, kom je echt op de hele. Ik heb wel eens gezegd dat ik de Beatles. Maar gijs, ja, daar, daar gelooft hij eigenlijk in, <laughs> Prima achtergrondmuziek vindt. Oh, wat grappig. En werd hij niet ging hij stampen? Nee, dat vond hij eigenlijk heel grappig. Hij zegt nu gewoon bij elk Beatles liedje wat aanstaat. En dat zijn er nogal wat ja, products, Vind je het prima achtergrondmuziek? Ja, dit, is, oh. dit, is, dit, is, dit luistert lekker weg. Ik vind ja. de Beatles inmiddels. Ja, nee, je mag vinden. Ze hebben vind. 4000 liedjes gemaakt, daar vind ja. ik er heus duizend leuk van. Ja. Echt hoor. En de rest vind ik prima, achtergrond. Dus ja. ik stoort me niet. Nee, of nee, I'm, I'm the Walrus. Vind je dat een kutlied? Nou, dat eind. Ja. Dus je denkt, nou, nu, nu hadden jullie wel weg mogen velen. Ja, uh, neem wat minder drugs. Maar goed. Um, ja. Komt straks nog terug op de Beatles, by the way. Maar Lekker. dat uh, is later. Ja, Ja, goed. ja. ja. Ik vind het uh, ook, oh, ik moest mijn week trouwens nog een cijfer geven. Oeh, negen. Maar, um, Jezus, ja, wat heerlijk. vanwege al slapen. Maar lekker. Ja, nou, ik vind die tip van doe ook af en toe iets alleen. En ik moet eerlijk zeggen, ik doe dit dus zelf ook. Dus als ik ergens uitkom ja. met, met iemand anders, ja. dan ga ik ook meteen mijn mening zitten tetteren. Ja. En dan denk ja. ik ook wel eens van: wow, maar diegene vond het heel erg mooi. Wat heb ik nou weer gedaan? Lastig, hè? Ja. wat nog lastiger is, als je naar een voorstelling van een vriend of een vriendin gaat ja. en je gaat er naartoe en je denkt, mooi, jeetje, dit is wel even. Dat zeg ik nooit. Moeilijk, hè? Dat zeg ik ja. niet. Ik heb nu dan afgesproken dat als iemand er dan niet naar vraagt, dat ik er niks over zeg. Maar ja, als, nee. als vrienden komen kijken en die zeggen niks tegen, dan, die, dan weet, je weet je natuurlijk het. wel dat ze het kut vonden. Ja. Maar. Um... Wat het ergste is wat je dan tegen iemand uh, uh, kan zeggen, vind, heb ik het idee, is hoe vond je het gaan? Ja. Dus tegen degene die net heeft zijn optreden, ja, ja. Uh, dan weet ja. je wel dat diegene echt ja. niet meer weet wat hij moet zeggen. Ja. ja, maar ja, wat moet je zeggen? Ik zeg gewoon altijd: Ja, dat klinkt een beetje flauw, maar zeg ik zeg: he. Hartstikke ja. mooi. Ja, ik ben heel blij dat ik het heb gezien. Ja, ja, ik zeg vaak: Ik ben heel blij dat ik het heb gezien. Ja, want dat oh. ben je ook wel. Want ja, want je bent gegaan. Ja, ja. Maar ja, ik vind meestal eigenlijk iets hartstikke leuk hoor. Want als het iemand is die ik ja, leuk vindt... dan denk dan ik altijd: Ja, dat heb heel heel je toch even goed gedaan. Ja, ja, maar soms is het natuurlijk wat minder of weet ik voor, maar. Nee, ik vind het echt niet, niet gepast om als iemand zich net heeft aan uitsloven... Nee. te gaan zeggen van, nou, ik vond het best wel kut. Nee, dat ja. vind ik gewoon eigenlijk niet kunnen. Dat nee, vind ik gewoon een kwestie van beschaafdheid. Het is ook niet beschaafd Het nee. is aardig. Nee, het is gewoon niet aardig. Nee. Lastig, dus, hè? Maar goed. Ja, dan gaan we nog eens nog wel eens een Meningen geven afgeven. is soms nog best wel een dingetje. Um, ja. Zullen we naar het probleem van de luisteraar? Wil jij hem voorlezen, Lies? Absoluut. Dan kom ik straks wel met mijn goeroetje. Oké. Okay. Lieve avond, Lies, ik heb sinds bijna twee jaar een latrelatie met een hele leuke man. We zijn van plan om te blijven latten, omdat we het beiden heel fijn vinden om ook een eigen plek en leven te houden. Omdat we ruim 100 kilometer bij elkaar vandaan wonen, komt het in de praktijk dus neer op een weekendrelatie en af en toe samen vakantie vieren. Omdat ik een auto heb en hij niet, ben ik, vooral nu in de wintermaanden, meer bij hem dan hij bij mij. De laatste tijd heb ik wat minder zin om naar hem toe te gaan. En dat is niet omdat ik niet stapelgek op hem ben, maar omdat ik me vaak verveel als ik daar een paar dagen ben. Het blijft toch een beetje bij elkaar op bezoek gaan. Ik ben van nature veel actiever en ondernemer dan hij is. Als ze bij mij zijn, dan doe ik dus door mijn eigen dingen, zoals het huishouden, naar de sportschool gaan enzovoort. Maar als ik bij hem ben, vind ik dat veel lastiger. Ik neem wel altijd mijn hardloopspullen mee, zodat ik een rondje kan rennen. En neem een boek of tijdschriften mee, zodat ik af en toe lekker kan lezen omdat we elkaar natuurlijk niet dagelijks zien, willen we in de weekenden ook echt wel samen zijn. Maar als ik me verveel, dan wordt de sfeer er ook niet echt beter op. Ik wil heel graag een manier vinden om de weekenden zodanig vorm te geven dat we van elkaar kunnen blijven genieten, dat hij voldoende rust krijgt en ik mijn energie kwijt kan. Ik hoop dat jullie tips voor mij hebben. Ja, Interessant. Het, het klinkt op het eerste gezicht best wel leuk. Een ja. <laughs> latrelatie met iemand die 100 kilometer verderop was. Ja. Maar er blijken wel haken en ogen aan te zitten. Um, ja. Ik heb het gevoel dat het misschien ook goed zou zijn om af en toe een weekend over te slaan. <laughs> Ik echt. Ja. ja, want kijk, het is een beetje zo dat als je in zo'n weekendrelatie zit, door ja. de week werken ze waarschijnlijk allebei, ja. dus dan komen ze niet toe aan, uh, aan allerlei dingen die ze leuk vinden, zoals ja. uitrusten of juist heel veel dingen doen. Dan ben je bij die ander, dan zit je, nou, het is een beetje, het sluit ook weer mooi aan bij ons bioscoopprobleem. Helemaal. En dan ga je je voegen naar die ander, maar dan heb je dus eigenlijk nooit meer echt helemaal je eigen leventje. Ja. Terwijl ze dat allebei graag willen, anders gingen ze die latrelatie niet ja. vasthouden. Dus dat is iets wat ze allebei graag willen hebben eigenlijk. Als je, als je bij elkaar in dezelfde stad woont, dan... Dit probleem is het Op microniveau hebben heel veel mensen dit probleem. Ik heb dit dat ook in het weekend. Ja, ja. Ik wil ook meer ondernemen. Ja. ja, en mijn vriend is vaak bij mij. Ja. Maar wij wonen in dezelfde stad, dus ja. hij zou ook wel gewoon... Naar huis kunnen gaan. Ja, en al zijn vrienden en zo wonen ook hier. Dus dat Precies, is wat makkelijk. Maar je ontspant op een andere manier ja. als je bij iemand op bezoek bent. Ja. Dus je zou misschien moeten kijken of je het op bezoek zijn. Of je dat kunt. Uh, of je dat, uh, dat het op bezoek zijn gehaald. Of je dat naar beneden kan brengen. Dus ja. ik denk dat, dat zij al heel goed bezig is met dat ze dus de spullen mee heeft genomen. Eigen boeken en de tijdschriften. eigen boeken en tijdschrift. Ja. En ik zou dat uitbreiden. Dus ik zou eigenlijk bedenken. En dat hebben ook een aantal mensen op, uh, op Instagram geschreven. Ja. Dat je dus. Um, de dingen waar jij blij van wordt, namelijk iets ondernemen, dat ja. je dat wel gewoon blijft doen. Maar dan daar. Ja, en ja. dat je niet hem probeert van de bank af te halen. Want nee. ik denk dat hij iemand is die, um, die gewoon niks moet doen omdat hij moet uitrusten. Ja, precies, en dat vinden sommige mensen gewoon heerlijk. Ja. Ik heb het zelf ook net twee weken gedaan. Dus ja. ik snap het heel goed. Ja, dus wat denk jij? Ja, ik denk dat dat waar is. Dus stel, zij gaat heel graag naar het theater. Ja. Nou, ik weet niet precies waar hij woont, maar er zal, in Nederland is altijd een theater in de buurt dan ga jij die avond op zaterdag naar het theater. Ja. En misschien ken je inmiddels ook wat mensen in die omgeving. Neem je iemand mee of je gaat alleen. Ja. Uh, maar uh, inderdaad, als jullie samen zouden wonen... zou dit precies hetzelfde probleem zijn. Want dan wilde hij het weekend op de bank liggen. En dan wilde jij ook dingen doen. Ja, misschien is het dus wel niet een latprobleem. Nee, het is eigenlijk gewoon een energieverschil. Ja. Ja. En ja, ik heb dit ook wel uh, met de rest van mijn gezin. Dat ja. niet iedereen altijd met me mee wil. En inmiddels is iedereen ook op een dat ik kan zeggen dan ga ik in mijn eentje. En wie mee wil, mag mee. En het is ook wel dan, A, ik weet niet of jij dat ook hebt... heel lekker thuiskomen. Dus ik ja. denk als deze vrouw bijvoorbeeld zegt... ik ga naar het Groningen Museum en dan ga ik hardlopen... Ja. en dan eet ik een broodje en dan kom ik terug. Ja. En dan komt die vriend lekker van de bank... die heeft even uh, een, een, een nieuwe revue gelezen en <sje> die heeft een dutje gedaan. Ja. <laughs> en heel lang zit te poepen ja. in zijn eentje. En dan komt zij thuis en dan zijn ze allebei blij. Ja, en dan heeft zij misschien wel een kaars aangestoken... Precies, en hier een glasje wijn neergezet. Ja, en dan, en, dan, en dan hebben ze allebei een fijne mijn gevoel uh, van ik ben goed bezig en we zijn toch bij elkaar. Dat is ook waar, want ik denk dat als je samen woont, dat je minder de verplichting voelt om de hele tijd bij elkaar op de bank te gaan dat zitten. Dat is het. dus je denkt, oh, het moet quality time ja. zijn? Dus we moeten het en zeven keer doen. Ja, En precies. we moeten samen lekker in slaap vallen op de bank. En, en het huis moet kijken, helemaal op orde. En dit. En we en moeten naar het Groningen museum. Ja, ja, en ja wat, nee, waar, dat waar gaat ik niet. ook nog aandacht was, de, want ik denk die de tijd dat Gijs nog in Almere woonde en ik in Amsterdam, toen wisselden we de weekends ook uh, af, zeg ja. maar. En um, dan deden we in Almere meer het uitrustleven. Dus heel veel series kijken ja. en uh, ja. af en toe een tripje naar de HEMA. Ja. Letterlijk het enige wat je daar kon doen. Ja. En um, uh, dan bij mij gingen we dan naar de film en uit eten en dat soort dingen. Ja. Dus ja, dat, zij, zij wisselt het nu in de winter wat minder af omdat hij geen auto heeft. Dat snap ik ook. We hadden dat probleem ook met geen auto. Uh, namelijk, ja. Namens mij. Um, ja. Maar um, dat was ook geen 100 kilometer. Dat was makkelijker, maar... Dat, dan, dan voelde je zo van, oh ja, nu hebben we het even het Almeerse leven en nu hebben we even het Amsterdamse leven. En dat, dat moet ik eerlijk zeggen, dat mis ik soms nog wel. Als, als we nu langs Almere rijden, uh, langs die drie olifanten die uh, langs de snelweg staan. Dat je, je op... door een soort enorme moeheid wordt overvallen. Ja, dat je denkt, oh, oh. lekker in dat huis. Lekker en in huis daar, ja. Er was geen fuck te doen en dat ja. was juist fijn. Ja. En dan gingen we in Amsterdam weer de hele tijd op de fiets overal heen. Dus je moet er ook. Denk ik heel erg de voordelen van inzien. Maar dan is die afwisseling wel belangrijk. Of inderdaad dat je daar een beetje gaat doen waar je zin in hebt. Ja. Dus dat je eigenlijk doet alsof je samen woont. Dat je doet alsof je samen woont. En ook niet. Want. Um wij herkennen het allebei wel, ook niet de ander verwijt van je neemt geen initiatief nee, of jij wil het moet niks, het want op het... paartrekken. Ja, ja. Maar ja, het is, het, het is gewoon lastig, want, want, want heel vaak is één iemand in de relatie degene die dus nou zegt we gaan, zullen we naar het, nou weer dat Groningen museum, ja. zullen we teppanyaki gaan eten. Ja. Daar? Uh, we gaan minigolfen, uh, weet, weet je wel. Ja, een, ik en... heb even zeven boekingen gemaakt. Ja. Nee, dus ik denk inderdaad dat het helemaal los van het latten staat. Dat is wel waar. Alleen het latten legt er een wat hogere druk op, omdat je niet zoveel samen bent. Ja, dus, dus dan moeten die dan twee dagen dat het allemaal gebeuren. Ja, een enorme kwaliteit heeft en alles. Nou, dat zou ik dan maar loslaten. Ja. En... Um... Als je die behoefte hebt of de onrust hebt op zaterdagmiddag om iets te gaan doen, dan moet je het zelf gaan ja, doen. Ja, volg je onrust. Niet en, en niet die ander meetrekken en dan eigenlijk ontevreden nee, zijn. Nee, dat hij het feit... zeker neug op zo'n stoel in zo'n winkel moet gaan zitten. Ja, Vind ik was zo treurig. Oh ja, dat is heerlijk, hè? Zo'n man op zo'n stoel. Je hebt een beetje van die ruimte. Velde vroeg in de praktijk van mijn vader zo'n tafel met Lego, met, met kinderkrukjes eromheen. En dan konden die kinderen oh, dan Lego duik. als ze ja. ouders bij de dokter zaten. Maar eigenlijk moet je dat in, heb je dat in, in, in grote kledingzaken? Heb je zou ook zo'n zo Lego-tafel Zo'n Lego-tafel, maar dan voor dus eh, ja, partners van mensen die aan het, uh, aan het winkelen zijn. Ik vind dat zo zoiets. En dat is zo lief is dat vaak. Zie je dus zo'n heel ongelukkige partner ja. uh, zitten? Ja. Die dan een beetje voor zich uit zit te kijken in een uh, ja. grote boswinkel of zo. Ja, zielig. Maar ik zou heel erg voor Lego dan zijn. Zo'n Lego-tafel, ja hè? Lego en drank. <laughs> heel veel graafsoort pensers. Ja, ja. ja, precies. Ja. Ja. Krijg je zo'n zo winkel die meer soort buurtcentrum is. Ja. Met iemand met wie je kan praten over je partner. Nou ja, goed. En ga zo maar door. Ik maar vind het een is, is, tip. Het is uh, interessant en ja. ik, ik, ik hoop dat um, dat het eigenlijk niet echt. Het is niet echt een heel groot probleem. Nee, want ze houden eerder, van elkaar. Ja, het is eerder iets wat je, je volgens gewoon... mij nog heel veel winst in te behalen. Precies. Toch? Iets wat iedereen gaat ontdekken op een gegeven moment. Of je nou lat of niet lat. Zullen we naar de goeroe? Graag. Goeroe? Beatles-gerelateerde goeroe. Lekker. Want... Uh, mm. Ik leef nu weer in een Beatles-universum. Want in, ja. in januari kijkt Gijs altijd ja. de hele documentaire van Get Back. Dat ja. weet jij. Ja. Dat is wat de Beatles allemaal in een of andere jaren in januari deden. Per dag. En in het weekend hebben ze dan weekend. Dus dan kijkt hij niet. Dus hij kijkt elke dag een aflevering. Ja, dat is toch te lief, hè? Ik moet zeggen, ik, ik kijk vaak mee. En dat vind ik ook heel erg leuk, hoor. Want het is ook heel leuk om te zien hoe mensen muziek maken. Ja. En tegelijkertijd kijkt hij naar Paul McCartney met Rick Rubin. Ik weet niet of je die serie al hebt gezien. Nee, maar ik ken Rick Rubin wel. Hij nou is ja. een goede vriend van meneer. Hoe nee, is Rick Rubin. Oh, echt? Ja. en ik dacht, ik spreek jou wel aan, want je houdt heel ja, veel van muziek. Ja, zeker, maar ik ben ook dol op Rick Rubin, ja. Ik ben inmiddels ook dol op Rick Rubin. Hij is een hele bekende uh, producer. Ja. En hij heeft heel veel uh, rap geproduceerd, maar ook allerlei andere muziek. Rattle Chili Peppers, en nou ja, echt ongeveer alles. Adele, noem maar wat op. En Rick Rubin, uh, in die serie die hij nu heeft, die heet het geloof ik One, Two, Three. Daar moet ik even opzoeken. En die, Daar interviewt hij uh, Paul McCartney in een zwart-wit setting met allemaal uh, muziekinstrumenten. Maar eigenlijk interviewt hij helemaal niet. Hij zegt echt helemaal niks. Rick Rubin is een hele grote man. Hij heeft blote voeten, een korte broek op, en ja. heel veel haar en een baard. Ja. En Paul McCartney loopt gewoon helemaal leeg. Want Paul McCartney kun je een kwartje ingooien. En, en dan, dan komen komt hij er, weer met een anekdote. Precies, ja. en met een paar liedjes. Ja. En dan gaat hij weer heel erg zingen. Heerlijk. Uh, ja, ook wel irritant. Maar ja. goed, uh, hij heeft er een hoop uh, mee bereikt. En uh, Rick Rubin knikt alleen maar. Mm -hmm. Dus toen raakte ik geïntrigeerd door Rick Rubin. Ik denk, wat is het? Want hij, hij, nou oké, okay. punt 1 hij heeft een baard. Dan ben je natuurlijk eigenlijk al een goeie, als je op blote voeten oh, loopt. het is een goeie-achtige baard. Het is een hele goeie-achtige baard. Hij heeft ook hard. een gekke bril op vaak. Oh ja, dat vaak heeft hij hier dan zonnebril. niet. Ja, hij heeft, hij heeft shabby kleren aan. Ja. Nou, toen kwam ik er dus achter, want ik, ik wist wel iets van Rick Rubin, maar niet zoveel. Maar um, hij, wat hij vaak doet als hij bij artiesten is uh, in de studio, hij is er alleen maar. Dus gewoon, dit is ook weer wat ik met die film heb. Ja. Als Rick Rubin in de studio is, vaak ligt hij ook te slapen op de ja. bank, dan wordt de muziek al beter. Dat is waar. Dat is echt freaky. dat, is waar, maar dat snap ik dus wel. Want ik heb ook bepaalde mensen voor wie ik meer mijn best doe als ze er in de ruimte zijn, ja. zeg maar. En ja. andere mensen, ik denk, nou pff, ja. kan mij bommen, um, dus, dus zijn aanwezigheid maakt alles al beter. Ja. En wat ik heel grappig vond, hij heeft bij één uh, uh, album, ik geloof dat dat van nou LL Cool J was, me er niet op vast, maar hij, hij, hij had daar als credit niet produced by Rick Rubin, maar. Reduced by Rick Rubin. Ja. Want... Dus hij zei, LL, haal die trompet eruit. Precies. Je gaat die tambourijn halen we er even uit. Ja. ja. Hij is ook erg voor a cappella beginnen en zo, weet je wel, dat soort dingen. En dat, toen dacht ik, ja... Toen, toen kwam ik echt op zo'n punt dat ik dacht van, wow, dit, dit is... Ja. Want dit is wat ik ook vaak heb gezegd, als ik een column workshop geef, probeer ik ook goed te zijn van... Ja. Je moet er vooral heel veel uithalen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, het moet een bouillonblokje worden. Ja, het moet een, echt een lekker bouillonblokje zijn. Kunstwerk worden. moet een bouillonblokje zijn. Ja. En dat kan hij dus heel goed. Ja. Verder heb ik zijn huis bestudeerd. En? Hele grote speakers, want dat is zijn andere grote filosofie. Je moet niet door een koptelefoon naar muziek luisteren, maar ja. door speakers. En wat deed hij nog meer? Wat had hij nog meer voor spulletjes? Zijn huis is leeg. Zijn huis is echt heel. En heeft hij erg... een, een partner en kinderen of niet? Dat vertelt het verhaal nee. niet. Ik denk het niet nee. Ik denk het echt niet. Nee. Lijkt me niet een type die daar toe in staat is. Maar dat, dat weet ik dus niet nee. zeker. En hij plaatst elke dag op Instagram, dat wist ik ook niet, maar dat liet juist niet. Een, een quote van zichzelf over creativiteit. Ja. Maar die haalt hij dan ook de, diezelfde dag weer weg. <laughs> nee, maar ik denk dat ik snap waarom. Ja. Want een van die quotes was deze week... Uh, de kunstenaar die vandaag... Ik, ik zit het een beetje heel slecht te paraphraseren... maar de kunstenaar die vandaag een kunstwerk heeft gemaakt... is niet dezelfde kunstenaar die morgen naar dat werk terugkeert. Ja. Dat is natuurlijk waar. Dat is ook de reden dat je, als je iets hebt gemaakt... maar beter meteen kan inleveren. Want anders ga je morgen weer allemaal herschrijven. Ja. Maar dat heeft hij natuurlijk ook met zijn eigen Instagram-pagina... Dus ja. hij ziet die, 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 die quote en denkt hij, oh, wat een slechte quote eigenlijk. Ja, ik haal hem weg. Ik ben het helemaal niet mee eens. Dus 24 uur dat uur was uur. gisteren. En ja. nu is ben nu. ik een nieuwe Rick Rubin. Ik ben een andere Rick Rubin ja. dan gisteren. Ja, ja. Want ja. Tot, ja maar ja, dat zeker. spreekt mij ja. toch wel heel ja. erg aan allemaal. Nou, wat ik zo mooi vind aan, aan Rick Rubin. En ik, ik weet helemaal niet heel veel van hem af. Nou, maar maar weet ik heel wat uh, van hem af. De, dat hij eigenlijk altijd hamert op het belang van je eigenheid, je authenticiteit. Ja. Uh, en je, en je, je eigen zeggingskracht als artiest. Precies. En dat je nooit moet be, uh, beginnen vanuit het uitgangspunt het, uh, dat, het, uh, dat het iemand moet aanspreken. Dat iemand het leuk moet vinden. Dat het een hit moet worden. Ja. Dus, het moet, dus je eigenheid en wat jij zelf wil zeggen, dat is het aller, aller, allerbelangrijkste. Ja. En daarom zegt hij misschien reduced by Rick Rubin. Ja, nou misschien vroeg hij wel aan die man. Ja, maar wat wil je nou eigenlijk met dit precies? Wat Zullen is het we het al heel veel Probeer het schrijven eruit. Hij is ook heel erg tegen ego. Nou ja, dat ja. kan natuurlijk niet, maar dat, daar is hij tegen. Ja. En hij heeft een he Want Omdat jij van Johnny Cash houdt, heb ik nog gewoon. Toch, hou je toch even. Ja, Ja, die uh, uh, American Recordings. Daar is hij is heel, heel beroemd mee geworden. Precies. Rick Ruben. Hij heeft Johnny Cash zelf met gitaar uh, een aantal liedjes laten zingen. En die zijn, oh, ja, zoals mijn moeder zou zeggen, pregnant. Pregnant. <laughs> hij heeft er een aantal pregnant. gemaakt. Volgens mij zijn dat er drie of vier. En vlak voordat Johnny Cash dus doodging, zonder opsmuk, zonder uh, uh, band, zonder ja. met niks. Ja. Eigenlijk alleen maar met, een, met, met alles wat die man in zich droeg, mee had gemaakt... en nog wilde zeggen voordat hij dood zou gaan. Ook reduced. Heel erg reduced. Heel erg reduced. Talk about bouillonblokjes. En ik wil daar nog even een hele mooie anekdote over vertellen. Ja. Hij had tegen Johnny Cash gezegd, die had een liedje geschreven... en dat was al ervoor. maar toen had hij gezegd... nou, misschien... Moet je iets minder de woorden I en me gebruiken in dit liedje? Ja. Yeah. Vond ik een goede tip. En toen kwam hij, uh, toen Johnny Cash doodging, nog eens bij hem langs, uh, vlak daarvoor dus. En toen uh, zei hij: uh, well, Hoe is het met je? Toen zei die van: uh, zei Johnny Cash, ik uh, ben nog steeds bezig de I en de meester eruit te halen, oh, maar dan uit het leven. Oh, dat vind ik echt heel mooi. Ja, hè? ja. Dus ja, ja. Rick Ruben lijkt me ook: ja, het klinkt een beetje gek als je dus op je sterfbed ligt lijkt het me heerlijk als Rick Ruger ja. langskomt. Want dan denk je toch als stervende, ik ben goed bezig. Het is toch ook een beetje God. Of Peter? Het is toch een beetje God ja. die langskomt. Jezus. Ja. ja, God met zo'n te lange korte broek die dan een paar raadselachtige dingen ja, zegt. Ja, op blote voeten alleen maar ja. zo knikkend bij je bed staat. Ja, en, en, en heel ja, veel liefde heeft voor kunst. Maar nu snap voor ik ook eens nee. waarom hij slaapt in zo'n studio. Want dan, dan, dan kan zo'n artiest ook zijn gang gaan. Dus dan denk ik, nou, oké, okay, Rick Rubin is er wel bij, maar ik, maar hij slaapt, dus ik kan wel. Dan, dan, dan word je ook authentieker van als iemand ligt te slapen. Ik denk dat mensen denken, fuck Rick Rubin is er nu. Um, ik wil hem natuurlijk allereerst niet wakker maken, maar ik wil gewoon iets maken wat ontzettend over mij gaat ja, en wat en echt heel het, het, het blokje is. is van mijn leven op ja. dit moment en ja. dat je dat wil laten horen en Rick Rubin wil. Als hij dan wakker, wakker wordt, wordt ja. zeg ik, Rick Rubin, kom eens hier. Dit heb ik nu gemaakt. Ja, en dat hij dan knikt. Ja, of dat hij niks zegt. Nee, ja. Dan weet ja, je precies. Dat het goed ja, hij was. knikt. Ja, hij knikt. Ja. Nou ja, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb veel met deze man. Heerlijk, wat een goede guru. Ja, het, het is zo goed hoor. Guru. En ga hem volgen op Instagram. Ik bedoel, soms zijn die quotes ook een beetje dat je denkt. Mm -hmm. Maar soms zijn ze heel goed. En bovendien zijn ze een dag later weg. Dus ja. Goed, mensen. He, ja, mooi. Uh, dat was dan uh, de podcast. Ja. We hebben nog wat uh, mededelingen. Oh ja. Want mocht je nou niet genoeg van ons krijgen, hè? Ja. dan hebben wij ook nog een extra podcast ja. op Podimo. Het is Avendies pakken door. Precies, precies. En daarin pakken we door. Als het ware. Ja, we kunnen elke woensdag om de week. Nee, dus om de. Ik zeg het helemaal verkeerd. Twee wekelijks precies, op de woensdag precies. zijn wij daarin te beluisteren. Helemaal waar. En dan behandelen we een fenomeen uit de jaren negentig. Onder andere. Yes. Uh, dat kan je even vinden op podimo.nl slash avendies. En ja. dan kan je ook nog 30 dagen uh, gratis luisteren. Heerlijk. Nou, heb je een probleem voor deze podcast? Stuur ons dan een DM op Instagram of mail naar hulpvanavelies.tonymedia.nl Het wordt gewaardeerd, jongens. Zeker. En, en als we niet meteen reageren, is dat vanwege veel DM's. Maar we kijken er zeker naar. Ja. Je kunt ons ook volgen op Instagram, gek genoeg. Want dan kun je ons ook DM'en. Dat is gek. Op YouTube, dat is raar. op TikTok en op datzelfde podium. Yes. Nou, geef ons sterren als je dat wil. Alleen doen als je dat ja, wil. Niet tegen je wil. Zeker niet. Nee. Op je favoriete podcast app. En dan uh, horen, zien, slash ontmoeten we je <laughs> volgende week. Dag.